25 februari 1980, Revolution Day. 25 februari 2021, Poudé, Sawe Denki, Sawe Firi, Kuturo.com. Het is vandaag 41 jaar geleden dat wij een markant moment hebben meegemaakt in onze geschiedenis. En zoals u weet, herdenken wij deze dag 41 jaar later ook nog. Wij zullen dus nu aanvang maken met het programma en u vragen op te staan, beleefd, voor het zingen van het Surinaams volkslied. Oppo kondre man u oppo strana grong e kali u wan so peta ta to mo po mi museti kondre bu strebe strebi no sa frede gado devi fesima eri libite na gede visa feti di strana strega strei strega strei strega strei gado devi fesima. Mag ik nu beleefd uitnodigen de leider van de revolutie om een krans te leggen bij het moment. Ja man. Alsjeblieft. Ja? Mag ik dan van de groep van 16 alle hier aanwezige leden vragen om ook van de gelegenheid gebruik te maken van de krans. Dames en heren, mag ik een applaus van u? Dank u wel. Een prachtig moment, elke keer weer, wanneer wij hier deze activiteit hebben. Mag ik nu uitnodigen de heer Ashwin Adin, ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij, mevrouw Anne Sadi, lid van de Nationale Assemblée en mevrouw Afon Soa, om ook een krans te Vice-president, ex-president, ex-vice-president. Kan je, 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 kan je
Maar ook aan het koningin dan. En gaan we bijdagen ook. De assembleeleden, ook welkom. Alles was dat ik een mooie lief op koningin te pakken. En de dadelijk van Masra. Pankataki, Mekuhori, Asamchi, Natchez, Lekwa, en de B1 en Green. Mekuhori, Wankap, Mekuhori, afstand. Meneer Pamisser, een volksleider. 25 februari 1980, 25 februari 2021. Hoe staan we ervoor? Nou, uiteraard, op welk moment je dan ook een meetpunt maakt. Dat je Shitak voor ons aan moest doen, het toch? Ja, toch? Wat even vergelijk met de 70er jaren 80. Dan kon je eerlijk, voor ons aan moest doen. Zo al liep je. Maar zijn er voor ons aan? Ja, maar, we komen. Dat voorgebied, we boven voor u vooruit. We komen, kies morgen briefing in Akondre voor u. Ja, toch? Wij Surinamers, meer met elkaar. We zijn niet meer als in de 70er jaren verschillende bevolkingsgroepen tegenover. We zijn een voorbeeld. Nou, Bonkwenti, is een goede traditie dat wij 25 februari herdenken. Het is een bijzondere dag geweest, een markante dag binnen onze historie. We hebben steeds aangegeven aan de sprekers dat wij terug moeten blikken en een ieder die op welke wijze het mogelijk gemaakt heeft, vanaf de slaventijd, van de contractarbeiderstijd, vanaf de arbeidstijd tot en met het moment dat 1980 een feit werd en de progressieven dit land in eigen handen kregen en tegen de kolonisator kon zeggen Bakarabasi Akaba. Oké, okay, bedoelt u daarmee dat de Surinamer bewust is geworden dat het één volk moet worden? Is dat wat u zegt? We maken grote progressie. Okay. Grote progressie. En uiteraard merk je de laatste tijd wat klinkende kabel weer komen, toch? Ja, toch? Mm. En dat zijn zaken die we niet moeten hebben. Ja. We moeten weer, zoals we waren, voorbeeld zijn voor de hele regio en de wereld. Ja, toch? Ja. Dat we vredig met elkaar leven. Ja. We respecteren elkaar. En ik ben blij met u, met name cultuur. De cultuur van Wabi. We respecteren. Ja, toch? We hebben respect voor elkaars cultuur. En daarom hebben we voorbeelden. Dat in de godsdienst. Die saamhorigheid is Iris en noem maar op. Dat is een voorbeeld, toch? Ja. Ja, toch? Met respect met elkaar en samen trekken we op. Ja, terwijl de granny is niet alleen maar van ons. De granny gaat ver vooruit. En we bedanken, we herdenken ook op deze dag. We herdenken alle stofvoeters. En de hoogte die wij bereikt hebben, moeten wij weten dat wij de hoogte bereikt hebben, doordat wij kunnen staan op de schouders van zij die het woeste arbeid gedaan hebben, ver voor ons. En we prijzen Masraf Dadi, dat u kiezen occasie en men kan met praten in die Abis geschiedenis. Vaak onder de zee, per ik attack zei van die, maar revo met geschiedenis. Revo met geschiedenis. Het is een deel van onze geschiedenis. En we moeten natuurlijk medelijden hebben met een paar mensen die eigenlijk zielig zijn, want die Jozef Fubora deed. Jozef Fubora deed, want als je zegt die Konomo, ze is niet meer verkiezen naar NDP Iwan Burgo. Wat gaat de partij NDP doen specifiek om ons weten van, om van Surinamers in natie te maken en van Suriname een bloeiend, welvaardig en rechtvaardig land voor iedereen. Ja. Dus dat is het pad waarop we steeds
hebben bewandeld. En ik wil van u direct antwoord, niet als politicus, maar als een man parmezaan. Na pad zouden we wakken altijd, vanaf 80er jaren. Yeah. En we wakken dan papasi. Ik geef voorbeeld. Index, etc. Meer dan 100 kleine fabriekjes, etc. hebben we opgezet. Vertrouwen in onze eigen mensen. Vertrouwen in grote industrieën. Okay. Dat pad moeten we pakken. En uiteraard moet dat zijn voor alle Surinamers. Daarom moet dat hier. Al die rijkdommen die hier zijn, die go to Alassani. Moest de primair hier Alassana namang. Alassan Sabitu in het onder de zin. Ben daarvoor nationaal belang. En we zaten daar onder tegen bij, dat je moest voor een dag. Nee, besef dat de revolutie komt naar voor de mambo stemtje. Vandaag aan de dag ben de land aan mijn eigen vertegenwoordiger. En daar zijn we trots op. Met heel veel pijn en moeite hebben we uiteindelijk ook de Afobakkerdam overgenomen. Het zijn zaken waarbij er wordt nagedacht. Bij de overname moet u nagaan dat wij tussen de $5 miljoen tot $7 miljoen per maand besparen. Oftewel $60 miljoen, dan wel $72 miljoen, afhankelijk van Omistomihari. Dat zijn zaken waar wij geen show mee maken. Dat zijn zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van dit land. En wanneer wij zien dat wij onze kinderen, en u hebt niet veel meegemaakt, jongeren. Er is een tijd geweest, in mijn macht taxer naar Tongo. En die taxer naar Tongo, ja, go was in voor. En die taxer doet niet over negen. Dit denk dat die ook over. Universiteit was voor vaak bepaalde namen. Vandaag aan de dag ben ik zo trots dat we dwars door Suriname, als we de campus bezoeken, dwars door Suriname, zien we daar op de universiteit. En dat soort zaken kan je niet weghalen met simpel, ik ga die dag weghalen, ik ga ze pesten, ik ga ze vervelen. De tijd daar is. Dus maak je zich geen zorgen. Laat haters haten, laat schreeuwers schreeuwen. Uno, restaat. Maak u zich rustig klaar. Wees eerlijk in de discussies. Wees kritisch in de discussies. Laten we de topjongeren en de topouderen wel bij elkaar brengen. Zodat wij gezamenlijk door kunnen gaan met wat wij bewezen hebben in de afgelopen periode. Familie van Balanza. En terwijl Akondere, daarop is jugo. Want je hebt geen takkie. Onder mijn avond valt. Maar na een moeite. Wees dan denk ik, vrouwen horen aan olie money onder de zeven. Die hebben alle lockdown. Aan vijf maal lockdown. Probably up to 12 of one of them. But it is one of two. Merci, one. Only one of two. Exi one of two. We are on Tisa Alesi. Vice-president, de armoede slaat verschrikkelijk om zich toe. De sma hebben moeilijk. Die mensen hebben het heel, heel moeilijk. Ja? Hebben jullie het moeilijk? Hebben jullie het moeilijk? Dan hebben jullie toch niet zo slim gestemd. Ik ben
kijken, want die waren een van hem die dus maar. Maar goed. Wij respecteren het volk altijd. Mijn Brady, dank me naar cultuur.com. Het is speciaal op deze dag. Ik roep je op, alle Surinamers overal, die saamhorigheid. En laten we ons allemaal inzetten op een positieve manier om Suriname tot een van de welvarendste naties te maken. We zijn al een voorbeeld in het licht van saamhorigheid, in het licht van vrede, liever met elkaar leven. Laten we dat pad niet verlaten. Wij gaan door op dat pad. Wij, NDP, we roepen u op tot vaderlands liefdeheid voor broederschap en eenheid. Hier van de droge pikinampaga, kuturu.com, doe je ding.